Criminelen moeten zien dat de regering geen grappen meer maakt. De regering gaat er alles aan doen om de criminaliteit te beteugelen. Daarom worden alle controleposten versterkt met meer manschappen. Dit liet de waarnemend president Ronnie Brunswijk afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée tijdens een vragenuur weten. Hij stelde de samenleving gerust dat de regering vanaf gisteren al in actie is gekomen. Hij roept daarom ouders op met hun kinderen te praten om niet het slechte pad te bewandelen. Als je een kind verliest, je gaat school te Soetikiri, de Amalassi. Van hieruit wil ik ook een beroep doen. Al de Baranaressa, zij denk ik beroof vanaf Tamara, dat de vrouw draait. En ik mag je zeggen, de politie gaat heel hard optreden. Dat noemt dat Bagatamara, dat ja, de politie treedt hard op. Laten wij als Surinamers en vooral de ouders van de kinderen, de samenleving, laten we met onze kinderen praten. We weten dat het land gaat onderdrangen, maar dat geeft niet de recht om te gaan roven, om andere mensen te gaan vastbinden. Je gaat roven, je gaat doen alles aan lange lange trasmas aan worden getrangen. Dus ik wil alleen maar doen een beroep, dringend naar alle Suriname, die vooral de moeders van de kinderen. En die vaders, en die vaders dan? Ja, de vaders ook. Alleen ja. De moro archie de matok. Maar we, alle beide ouders, moeders en vaders vragen. Dat nanga dem ching. Met de hoorden srefi. Ja, ik kon het trangen, maar laten we. Met de hoorden srefi. De waarnemend president zei verder dat de minister van Justitie en Politie de ondersteuning krijgt om de veiligheidskorpsen ertoe te bewegen hun werk goed te doen. Hij roept de regering op om niet te bezuinigen als het gaat om veiligheid. Anders gaat het erger worden. We gaan daar niet bezuinigen. De minister heeft me ook beloofd dat er prioriteit gesteld wordt. Waar gevraagd wordt naar middelen, dat die middelen vrijgegeven worden. Dus, minister, je kiest money, mijn vrede. Maar nogmaals, Suriname, ik heb daar net gezegd, en de man met de Kazanlikki plannen deed, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, voorjaar lang bouw ik over veiligheidsplan. Make ook gooi naar uitvoeren nu. Dat wil ik zeggen. Laten we nu in uitvoering gaan. Defensie, je krijgt ondersteuning. Nieuwe korpschef is hier. Bevelhebbers ook hier. De big man de jaso. En if one my sicky, dan wil sicky twee maal. Waarnemend president Brunswijk benadrukt dat hardhandig opgetreden zal worden tegen mensen die de veiligheid van land en volk in gevaar brengen.